Zo, klaar. Nee, grapje. Deze heb ik in een XS. Ik weet niet of de camera ook aan heeft staan. Wat zou ik doen? Ik ben foto's aan het maken voor een campagne. Het is maandag en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik heb lang geslapen. Ik ging vannacht, van gisteravond naar bed om 8 uur sliep ik. En ik werd wakker om 9:30. Dus ik heb veel geslapen, maar nog steeds ben ik moe. Zoals je kan zien. Ik moet vandaag werken van 1 tot 5. En dan snel naar huis en dan ga ik sporten. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik ga even mijn kamer opruimen, want het is echt een beetje een bende. Ik ben dus vrij van school. En ik moet nog even wat voorbereidingen doen voor de verjaardag van vriendin. Die is deze week jarig. Dus daar moet ik nog even wat dingen voor doen. En gewoon wat pakketje op post en zo. Dat soort dingen moet ik vandaag doen. De zon schijnt fel op mijn gezicht. Ik vind het lekker. En ik ga maar even naar beneden ontbijten. En dan ga ik daarna wel mijn kamer en zo opruimen. Maar eerst even wakker worden. Zo, ik ben me ondertussen even snel aan het opmaken. Want ik moet dus werken tot 5 uur. Maar echt super leuk, want ik kreeg net een berichtje van een meisje. En die vond mijn intro zo leuk. Of ik ook voor haar intro wil gaan maken. Dus daar was ik net even mee bezig geweest. Dus dat is wel leuk. Dan ga ik vanavond weer even mee verder. Ik laat zo even mijn outfit zien. En ja, dan gaan we werken. Ik heb niet zoveel bijzonders eigenlijk te vertellen. Zo, dit is wat ik draag. Ik draag dit shirtje van Lily, waar ik dus straks weer ga werken. Broek is van Chiquelle en mijn witte Adidas schoenen. Nou, haar kan ik niet stylen of zo, dus het is een beetje half slag, half weet ik veel wat. Ik ga nu snel werken, want ik moet ook nog even eten en een pakketje op de post doen. Dus ik moet er nu echt vandoor. En ik zie jullie als ik thuis ben. En ik ben weer thuis. En ik ga weer verder met de intro maken voor het meisje. Ik mocht eerder weg van werk, omdat het echt super rustig was. Komt omdat er morgen kortingsavond is. Dus ja, dan gaat iedereen dan natuurlijk kleren halen. Dus nu kan ik mooi even nog een half uurtje werken aan de intro. En dan ga ik sporten en eten. Oh ja, een cijfer stond erop. Dat wou ik nog even kijken. Oh god, ik ben bang. Zo, ik heb mijn sportoutfit alweer aan. Ik ga lekker sporten. Ik zal het wel even snel weer in de spiegel laten zien. Ik draag mijn sporttopje van Reunisch. Ik tagde wel een beeld. Ik heb ook wel een kortingscode daarvoor voor jullie volgens mij. Want dit heb ik ooit gekregen. Super fijn. En deze sportlegging. Die is ook van Reunisch of zo. Met hier gaas. Dus dat heb ik. Ik ben vergeten mijn pakketje op de post te doen. Dus dat ga ik nu zo gelijk doen. En ik ga lekker sporten. Hoe bezig. Ik ga deze week 3 keer. Ik ben echt trots op mezelf. Zo, ik heb weer gesport. Mijn haar is ontploft. Het komt net uit een knot. En ik ga nu even mijn kleren voor morgen klaarleggen. Ik heb nog steeds blaren aan mijn handen. Ik heb echt lekker gesport, dat wel. Ik had zoveel spierpijn vorige week. Ik voel het dus nog steeds. Maar goed, het wordt nu weer 10 keer erger. Maar deze week dus weer 3 keer er tegenaan. En daarnaast wil ik nog weer even hardlopen. Maar goed, ik ga het even allemaal weer opruimen. En kleren voor morgen klaarleggen. Want volgens mij wordt het morgen alweer best wel lekker warm. Zal ik even kijken. Ik heb al een outfit in mijn hoofd. Morgen is het 17 graden met zon. Yes, eindelijk. Dus, ik pak even mijn kleren. Oké, ik ga nu even mijn make-up eraf halen. En ik ga zo lekker op de bank YouTube kijken. Want ik moet heel veel nog kijken. Niet te doen. Dinsdag. Ik heb mijn bril op, want ik moet nu naar school. En vanuit school moet ik gelijk door naar rijles. Dat heb ik opgehaald op het station. En ja, ik ben best wel moe. Dus dan vind ik het wel even lekker om gelijk mijn bril op te doen. Ik ga even opschieten, snel wat eten. En ik laat jullie mijn outfit zien. Ook al moet ik mijn schoenen nog wel aandoen. Maar goed. Ik draag dit shirtje van Costus. En deze broek is van de Bershka. Met scheuren. Mijn spiegel is echt vies. Allemaal stof.
Mijn spiegel wordt zo snel vies. Maar goed, ik doe hier straks nog mijn Adidas schoenen onder. Mijn witte. Dat. En ik wil mijn haar nog stylen. Maar goed, dat doe ik straks allemaal wel. En ik ben alweer thuis. Of nou ja, alweer. Ja, eigenlijk wel. Het is 1 uur geweest. Wow. En je ziet weer spiegeling in mijn bril. En eigenlijk zou ik dus nu rijles hebben gelijk door. Maar ik was eerder vrij. Dus ik kan nu een uurtje, een klein uurtje thuis zijn. En dan word ik opgehaald van rijles. Maar goed, ik ga eerst even wat drinken, want ik heb zoveel dorst. En eigenlijk wil ik, ik ga vanavond sporten. Dus ik heb rijles. Oh, sorry, ik ben zo buiten adem. Ik kom net van de fiets. Ik heb rijles, dan ga ik sporten vanavond. En uitsporten wil ik eigenlijk nog naar Lily, dat is dus die kledingwinkel waar ik werk. En dan wil ik nog wat dingen halen, want er is een koopavond. 20% korting, dat is echt top. Dus ja, ik moet ook nog wat dingen halen. Maar eerst heb ik dorst. Yes, hier hoopte ik op. En ik wil eigenlijk ook soep of zo, of noedels. Wat zou ik doen? Hier heb ik ook zin in. Dit is zo lekker. Maar ik heb ook zin in gewoon noedels. Welke is dit? Oh, nee. Oeh, of gewoon tomaten. Kuppensoep, yes. Dat ga ik nemen. Ik heb mijn brood al op school, maar dat was al om 11 uur. Dus ik heb honger. Zo, wat zit hier nou weer voor heks? Goh, ik heb lekker gesport. Heb ik al gevlogd? Nee, volgens mij niet. Echt heel erg goed gesport. Ik heb nu alweer spierpijn. Echt, het hakte de laatste tijd wel in. Ik weet niet hoe het komt, terwijl ik wel gewoon normaal sport. Het is niet dat ik heel lang niet ben gegaan of zo. Dus, geen idee. Ik ben ook nog naar Lily geweest, want het was koopavond. En ik moest even een cadeautje halen. Oh, lekker close-o. Maar goed, wat ik eigenlijk wil doen, is dit van Bior testen, wat ik laatst had ontvangen. En dan niet alles, maar alleen deze. Want voor de rest heb ik geen zin, want dat zijn heel veel maskers. En ik heb gewoon alleen even zin om mijn huid te reinigen. En daarna een voedend maskertje op te doen. En ik ben benieuwd, ik ga het testen en ik laat het jullie even weten. Want er is ook zo'n warmende, opwarmende klein masker. Of gewoon een ja, klein masker, zodat je poriën open gaan. En nog zo'n houtskoolmasker. Maar daar heb ik even geen zin in om al die stappen uit te voeren. En ik weet dat het goed is voor maskers. Om je poriën even open te laten gaan. En dan pas je masker op te doen. Maar ik zit er nu even niet in. Ik wil gewoon even snel dit doen. En dit is ook echt een heerlijke shot zo van onder. Kan niet beter. Ben ik de enige die altijd na het sporten nog steeds zin heeft in eten? Nou echt, ik heb dat altijd. En dan denk ik, oh lekker chippy, gaat er wel lekker in hoor. Of een chocolaatje. En dan denk ik, nee Floor, doe het nou niet. En dan bijvoorbeeld gisteren at ik kiwi en ei. Daarna dacht ik, oh ik wil lekker chipje eten. Ik heb het niet gedaan, maar ik had er wel zin in. En nu denk ik ook, oh hoe lekker is het. Want ik begin morgen pas om 2 uur. Dus ik ga lekker Netflix vanavond. Hoe lekker is het om gewoon een chipje erbij te doen. En hoe meer ik dit nu zeg, hoe meer ik het ook wil. Dus waarschijnlijk ga ik het ook weer doen. I hate my life. Ik wil even zeggen, ja, zeur niet, jij kan het hebben, maar het is niet de bedoeling dat je elke avond chips gaat eten hoor. Oké, hoe werkt dit? Oeh, cool, oké. Is dit een scrub? Zo, ja, oh shit, ik dacht gewoon een lekker, weet ik veel, micellair watertje. Maar dit is wel even goed voor me. Dit vind ik altijd zo lastig aan deze tubes, hoe krijg ik hem dan weer? Want als ik nu druk, spuikt hij, dat moet niet hem. Het moet gewoon weer dicht. Hoe doe ik dat dan? Ja, dat kan niet. Huh? Want normaal wil je hem naar beneden duwen en dan doe je hem dicht. Maar ja, dat komt alles eruit. Ik laat het wel zo staan. Oh, het lijkt wel tampen staan. Die gaan we gebruiken. Holy shit. Het is net schuim. Huh? Oh, heerlijk. Het is echt een soort foam. Dat zit erop. Ik ben hier trouwens niet voor gesponsord ofzo. Ik heb deze dingen wel ontvangen, deze producten. Maar ik krijg hier geen geld voor. Dus dit is geen sponsor ofzo. Dit is gewoon testen. Ik laat dit nu even, hoe lang moet dit erin? Ik denk een kwartiertje of zo. Intrekken, spoel ik het af, ga ik op de bank, chips eten en Netflix. Oh ja, en kijk. Hoe ga ik dit nou weer laten zien? Ik heb een blauwe plek.
van de training. Love my life. En een afdruk van mijn legging. Goedemorgen. Het is... Welke dag is het? Woensdag. En moet je kijken. Dit is mijn blauwe plek. Oh. Ik ben wakker. En ik ga even mijn ontbijt opeten. Ik moet om 2 uur naar school en daarvoor even mijn weekvlog editen. Maar goed, ik ga nu lekker dus editen straks en een foto maken. Want ik moet nog voor een campagne een foto maken. En mijn moeder is vandaag thuis, dus dat is wel fijn. Ik wil alleen even kijken waar. Zo, want ja, dat is wel een dingetje. Dat is wat ik vandaag ga doen en dan naar school. Dan wil ik uit school eerder weg als dat kan. Want ik ga vanavond tuin versieren van een vriend van mij. Nu kan ik dat wel zeggen, want dan is ze al jarig geweest als ze dit ziet. En ze wordt 18, dus gaan we haar tuin versieren en zo. En zij heeft zelf rijles. 1,5 uur. Dus in die tijd willen we dat allemaal doen. Dus zeg maar, als ik tot 6 uur moet ik dus naar school, dan ben ik pas 7 uur thuis. En zij is om 8 uur terug. En om 6:30 gaat ze weg. Dus ik heb liever dat ik 1,5 uur eerder weg ga van school. Zodat ik om 6 uur thuis ben. In plaats van dat ik om 6 uur op school zit. En dan ben ik om 6:30 daar. Als zij weg is. Dan heb ik de volle tijd. Als je snapt wat ik bedoel. Dus vandaar. Dus moet ik even kijken. En wat ik ook ga eten. Ik denk dat ik een salade ga halen op het station of zo. Want ik moet wel gewoon eten natuurlijk. Verder wil ik nog 1 ding zeggen. Oh ja, ik had een masker gisteren geprobeerd. Maar hij begon bij mij zo hard te branden. Kijk, ik ben echt wel wat gewend. Maar hij begon zo hard te branden dat ik echt dacht, oh mijn god. Want ik heb 1 keer eerder een allergische reactie van een masker gehad. Toen ben ik helemaal rood. En toen was ik bij mijn oma. En mijn oma schrok zich helemaal kapot. Toen heb ik de hele nacht washandjes op me gekregen van oma. En nu voelde het echt weer als toen. Dat het helemaal ging branden. Ik dacht, oh shit, dat moet ik er even afhalen. Dus ik weet nog niet of het van een masker is. Of dat ik gewoon zo lang geen masker op heb gehad. Dat mijn huid super gevoelig is. Geen idee. Maar ik heb het in ieder geval afgehaald. Verder vond ik de scrub zo wel fijn. Maar misschien was het wel de combinatie van scrub en dan zo'n intensieve masker dat die echt brandde. Maar goed, ik ga het ooit nog een keer proberen. Ik ga mijn ontbijtje opeten. Bij mijn vorige weekvlog, oh wat is die erg. Hij is, wat zou ik zeggen, moe, brak en voldaan. Oh wat was ik hier vaak brak. Moet je 1 keer kijken naar mijn ogen, wacht. Waar kun je het goed zien? Het is echt niet te doen hoor, hoe dik en rood mijn ogen zijn. Ik ga stuk. Dit is ook het enige wat ik die dag had gefilmd. Oh my god. Zo, ik heb me klaargemaakt. Ho. En je hoort waarschijnlijk mijn moeder snoeien. Echt donders hard buiten. Maar goed, dat moet ook gebeuren. Ik ben even foto's aan het maken voor een campagne. En mijn moeder helpt me daarbij. Oh, ik hoop dat je me hoort. Maar dit was mijn outfit voor nu. Voor de foto. Echt super leuk. Alles is van Come Get Fashion. En deze is van Most Wanted. Maar goed, ik hoopte dus dat je dit niet zou zien op de foto. Oh, hij is zo erg. Kijk dan. Oh, dit is gewoon een blauwe plek, hè. Dit is niet oké. Okay. Maar goed, dat valt er net overheen. Nu moet ik mijn laatste jurkje aandoen. En dan zit het erop. Zo, en mijn tweede outfitje heb ik ook aan. Dit hele leuke jurkje van Come Get Fashion weer. Ik maak foto's voor Come Get Fashion. En dit kettingje. Deze is niet van Come Get Fashion, maar goed. Dit is het outfitje. Oh ja, en de schoenen zijn van Boohoo. Dus nu ga ik deze fotograferen. En dan ben ik klaar en kan ik eten, want ik heb honger. En ik moet nog naar school. Voor vandaag draag ik dit shirtje van Lily. Daar heb ik even een knoop in gedaan. En mijn flarebroek van de Sting met mijn witte Adidas schoenen. En mijn zonnebril, want het is echt lekker weer. En ik ga nu naar school toe. Oh, te lekker. Ik heb tortilla's in de oven gedaan. Dat moet, dat is zo lekker. Nu zo lekker warm. En dan ga ik hier van dat kruidencrème overheen doen met kipfilet. Dat is dan mijn lunch en dan druif en dan ga ik het opeten en naar school toe. Een hele goede morgen. Ik heb een heel groot pakketje binnengekregen van Prozis. Woe! Echt super zwaar ook. Dus ik dacht, die gaan we even openmaken. Het is trouwens donderdag. Oh fuck. En ik moet weer heel laat naar school. Ja, ik begin weer om 12 uur en ik ben vrij om 5:15. Ga ik snel naar huis pizza eten en dan ga ik vanavond met mijn vader en mijn zus karten. Echt super leuk. Maar goed, eerst even dit leuke pakketje. Met de code DELVER 10% korting. Ja, 10% korting met de code DELVER. En ik zal even een link in de beschrijving doen naar de website en alles. Ik heb deze, voor de mensen die het niet weten, trouwens Prozis is dus
een sportwebshop met van alles en nog wat kleding tot aan proteïne, snacks, tot aan weet ik veel wat. En ja, daar ben ik dus promoten van. Ik heb hier proteïne Maltesers. Super benieuwd naar. Oh, dit lijkt me lekker. Yum. Dan barbecue zero chips. Dit moet ik ook eten. Heel veel zin in. Dan zo'n beker. Echt vet groot. Grote beker. Kun je weet ik veel allemaal shit in doen. Lekker shaken. Dan heb ik nog premium protein chocola. Het zijn gewoon van die zakjes. En dat kun je door je drinken doen. Chocoladesmaak. Dus die heb ik. Dan heb ik... Oh, deze moet ik straks eten. Die heb ik zoveel zin in. De Zero Break Protein 29%. Lijkt wel een KitKat. Dan heb ik nog... Oh ja. Dit zijn mijn sportkleren. Die maak ik zo wel open. Oh my god. En dan heb ik nog deze. Dit is groot. Oh my god. Niet normaal. Dit is dus een Real Mass Gainer poeder. Oh my god. Maar in ieder geval, dat kan dan in deze grote beker. En dit zo lekker shaken. En dan nu het leukste. Het is een beetje lila kleur. Sport BH. Super mooi. Oh, dat zie je nu niet door mijn trui. Wist ik veel. Maar deze Sport BH. Mega mooi. Dan heeft hij hier nog achter van die banden. Deze heb ik in een XS. En daarbij hoort natuurlijk ook nog een sportlegging. En die heb ik in een maatje S. Van Prozis. Dus super nice. En dit vind ik heel erg leuk. Als setje natuurlijk. Dus dit heb ik allemaal weer ontvangen van Prozis. En 10% korting met de code Delver. Dus do your thing. Oh ja, ik zal trouwens even mijn outfit snel laten zien. Ik draag deze ketting van Forever 21. Ik moet mijn nagels weer gauw doen, I know. Deze trui is van Lily, van Lovies. En mijn broek is van Concrete Fashion. En mijn riem is van Primark. Dus ik ben even snel aan het eten, want ik moet ook weer over een half uur gaan. Dus we moeten opschieten. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Wat moet ik bij jou doen? Maakt niet uit. Mag ik? Doe maar iets met, ja, welke kies ik, die wc of die andere? Wc. Welke zou ik nou kiezen? Ik weet eigenlijk nog niet zo goed. Ik weet niet of de camera ook aan heb staan, maar ja. Het maakt me helemaal niks uit. Want ik ga nou vertellen welke kiezen. En ik denk... Doe die met het haar dan? Ja, doe die. En waar denk ik aan bij haar? Shampoo. Ja. Moet ik nu ingrijpen? Ja hoor, als je een sticky nodig hebt, kan ik even anders vast doen. Heb je veel? Oh, nee, mijn... Hé, hey, hij doet het! We gaan nu karten. Hi. Oh, als hij maar niet valt. Wat zeg je, Brit? Doei. Ja, blijf wel goed samen. Gaan we nog Temptation kijken? Vanavond? Nee. Dat is al heel laat. Maar dan kan ik het niet zien. Terugkijken.nl. Nee, dat kan nog niet. Oh, kan nog niet. Goede reactie vermogen. Love on the Ja. Ik ben 17e van de dag geworden. Ja. Ik praat
slapen in de vlog. Oh, dat is. Ik dacht, dat heb je net verteld. Ja, ik denk, wat heb je nou? En papa zevende, terwijl hij heel vaak op ons heeft gewacht. Om en samen te verder te rijden. Britt staat nog niet eens in de top 25. Maar ik sta 17, dat vind ik best goed. Ja. En papa had ook de opgevoerde kart. En wij mochten... Ik had niet de opgevoerde kart. Je had toch de mooie? Nee. Oh, het was een grapje. Ik lieg. Oh, dan ben je zevende zonder opgevoerde kart. Ja, dan moet je een licentie voor hebben, hoor ik. Voor de jongens. Oh, ja. Yeah. Oké. Okay. En ja, mijn snelste tijd was... ik vind het helemaal niet zo heel snel. Tenminste, volgens mij is dat toch niet zo snel. Ik heb allemaal zwart op mijn 51,66. Je hebt wel het voordeel dat je vrij licht bent. Dat scheelt ook wel, hè? Nou, ja. Maar mijn account wordt heel vaak, zeg maar, zo... Stuiteren. Ja, dat gebeurt ook. Bij de laatste stuk vooral. Net alsof je op de golf. Ja, dat had ik ook. Zo. Oh, sorry. En ik moest heel vaak wachten op Britt. Fuck you. Britt ging heel vaak remmen. Ze deed het een rode kaart achter haar. Die wou inhalen, ging ze deed het voorrijden. Maar ja. Weet je hoe eng dat was? Ja, dat vind je enger. Ja, gaat zo hard. En nu Wacht, maar ik heb achter. Ik heb geen gele vlag gezien. Ik dacht, die ga ik nog wel zien voor Britt. Hallo. En nu gaan we even naar Enjoy. Ja, dus. Goedemorgen. Het is vrijdag. En ik moet naar school toe tot 1:15 of zo. Dus ik ben 2 uur thuis. En ja, voor de rest lekker chillen deze dag. En ik moet nog wel wat dingen voor school thuis doen. Ik laat even snel mijn outfit weer aan jullie zien. Ik draag deze off-the-shoulder top van de Primark. Ketting is van Forever 21. En de broek is van Lily. En mijn Adidas schoenen. En deze kun je ook bij Lovis kopen. Ik heb een maatje S. En ik ga nu snel broodjes smeren en naar school toe. Oh, en mijn batterij moet opgeladen worden, zie ik. Ik wil zeggen goedemorgen, maar nee, goedemiddag alweer. Het is zaterdag, eind van de middag alweer. En ik heb niet meer gevlogd. Maar bij deze, ik open weer even. Ik ga zo lekker eten, want ik heb honger. Maar ik heb dus van Chiquelle gisteren een pakket ontvangen met veel kleren. Dus ik dacht, ik ga dat even aandoen en laten zien. En dan ga ik gelijk die sportoutfit, die legging en die sport BH aandoen van Prozis. Die afgelopen week binnen was gekomen. Mijn haar is een beetje helemaal aan het krullen. Komt omdat ik er niks mee heb gedaan. Dus ja, ik had het gewassen en dan krijg je dat. Maar ik heb vanavond een verjaardag, dus dat is super leuk. En daarom ga ik straks lekker douchen, opmaken en mijn haar krullen. Dus ik ga weer sinds echt kerst ga ik mijn haar weer krullen. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ga even alles laten zien aan jullie. En ik heb het outfitje aan. Oh, hij is wel een beetje overbelicht. Ik heb deze sport BH in de XS en deze sportlegging in een S. En ik vind hem echt super leuk. Vooral dat het gewoon lekker bij elkaar past. En hier heeft hij dan zo'n band. Maar die band gaat dan door naar achter. En dan heeft hij zo'n mooi kruis. Dus deze vind ik zo mooi. Hij zit ook super mooi high waist. En gewoon lekker stretchy. Kijk maar. Dus deze heb ik. En jullie kunnen dus met mijn code 10% korting krijgen op je aankoop. Dan heb ik deze outfit van Chiquelle. Ik heb dit shirtje die ik heel erg leuk vind. Alleen mijn BH schijnt zo hard door. Ik heb een zwarte BH aan. Dus je zal wel echt een huidskleurige BH aan moeten doen. Maar verder vind ik hem heel leuk. Hier met die knoopjes. En hij is dus 3/4. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En dit, ja, kijk één keer. Hij is er nog steeds. Hij is zo erg. Dikke blauwe plek. Maar dit broekje, en die heb ik in de maat 36. En deze is volgens mij one size. En anders heb ik hem in de 36. Maar dit broekje zit zo chill. Hij zit ook gewoon lekker high waist. En ik heb altijd met korte broekjes dat mijn kont onderuit komt. Maar dat is niet. Alleen is die hier wel wijd. Maar dat heb ik met alle broekjes. Dus ik vind deze super mooi. Ik vind deze echt heel erg leuk. En dit outfitje vind ik sowieso heel leuk voor in de zomer. Hier ben ik heel erg blij mee. En met de code DELVER20 hebben jullie dus 20% korting op je aankoop. Met van Chiquelle. Dan heb ik dit spijkerrokje. Deze vind ik ook super leuk. Vooral dat hij hier nog een beetje van die rafeltjes heeft. En op de achterkant zit dat ook hier zo. Dat vind ik heel erg mooi. En ik heb nog helemaal geen blauwe spijkerrok. Wel een witte, maar geen blauwe. Dus ik vind het heel erg leuk. Dus deze en deze heb ik in de maatje 36 volgens mij. Ik ben hier echt blij mee. Hij past echt wel goed. En als laatste heb ik dit te leuke croptopje. Met een hele leuke bloemenprint. En hij kan dus off the shoulder, maar hij kan ook
Zo vind ik hem ook heel erg leuk. Het is dan doorzichtig. Je ziet dus ook mijn BH-bandje. En dit is niet doorzichtig. Dus dat vind ik wel echt super leuk. Zo, je kunt nog wat beter zien. Te leuke items. Ik ga even nu douchen klaarmaken. En dan heb ik vanavond de verjaardag. Dus dat cadeautje neem ik mee. En ik ga nog even kijken wat ik aan wil doen. Ik weet het nog niet. Zo, klaar. Nee, grapje. Ik moet nog even afkoelen en dan kan ik het zo lekker doorkammen. Ik ben echt best wel snel klaar. Deze tang is zo fijn. Ik had dus, even kijken. De Remington Keratin Protect. Ja, nou ja, in ieder geval deze krultang. En hij is echt zo fijn. En dan zet ik hem gewoon op 195. Doe ik van tevoren mousse in mijn haar, haarlak en heat protector. En dan ga ik het krullen. Laat ik het afkoelen, doe ik haarlak en dan kam ik het uit. Dus ja, ik ga het straks lekker uitkammen. Er komen zo allemaal mensen hier, die gaan hier gezellig eten. Pizzaretten of hoe heet dat, raclette? Nee, pizzaretten. Nou ja, van die pizza's maken. Super lekker. Dus daar ga ik dan even bij zitten en dan heb ik vanavond de verjaardag. Daarvoor moet ik nog wel even wat dingen pakken. Een cadeau en zo, een tasje. Morgen moet ik in de middag werken en dan ga ik 's avonds naar papa. Dan is de week weer voorbij. Goed, dit is mijn outfit. Ik heb mijn krullen lekker uitgekamd. Dus dat is top. Ik vind het altijd op de tweede dag mooier zitten. Maar goed. Ik krijg dus deze nieuwe top van Chiquel en deze broek van de Bershka. En mijn witte Adidas schoenen. En ik ga nu nog even allemaal sieraden omdoen. En dan heb ik verjaardag. Oh my god. Ik hoop niet dat nu alles kwijt is. En ik heb een heel leuk cadeautje. Namelijk een shirtje van Lily. Ik denk dat ik deze tas meeneem. En dan neem ik die gewoon in mijn hand even mee. Of een plastic tasje. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik heb me alweer klaargemaakt. Want ik moet zo werken tot 5 uur. Het is kookzondag vandaar. En dan staat mijn vader klaar om 5 uur. En dan gaan we gelijk door naar zijn huis. En dan gaan we lekker eten. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ik laat even mijn outfit zien, like always. En ik heb bijna de 10.000 volgers op Instagram. Dus ik ga straks een foto maken. Ik weet nog niet waar en hoe. Maar ik weet wel dat ik deze ballonnen heb. Dus ik ga zo even mijn moeder vragen of ze dan een foto van me wil maken. Zodat als ik dan gauw de 10.000 heb, online staat. En niet dat ik dit voor niks heb gekocht. Het is super lekker weer, dus ik laat even mijn outfit zien. Mijn haar is nog mooi uitgezakt qua krullen. Maar ik vind het zeg maar nog wel heel mooi. Dus ja, ik hou het lekker zo. Ik draag deze echt zo'n hele basic shirt van de weet ik niet. Deze rok is de Eyecatcher. Die is van Lily, waar ik lekker ga werken. En mijn laarsjes van Most Wanted. En voor de rest weer al mijn sieraden. Dus ik ga mijn ringlamp meenemen naar beneden. En dan ga ik even kijken waar ik foto ga maken. Maar ik ga wel een foto maken. Ik ben net wakker. Ik ga de vlog afsluiten. Het was nog heel leuk. Ah, verkouden. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Abonneer op mijn kanaal. Volgende week ben ik weer met een leuke weekvlog. En ik zie jullie dan. Doei doei.